Ik denk wel eens aan Monica, die woonde in de straat nummer 7. Ik bleef in één keer weg van school en niemand wist waarop ze was gebleven. De meester zei, er zijn nogal problemen met de moeder en de vader. Monika die woont nu voor een tijd, de moeder op elkaar. Toen de school was afgelopen, liepen we langs het huis op nummer 7. Het was het huis van Monika en niemand wist waarom ze was gebleven. We vonden het wel spannend, want we zagen dat het rolgordijn nog dicht was. Maar s'avonds zei mijn zusje dat ze zelf gezien dat er meer licht was. De meeste zei het achterna, ik wil met jullie wat bepraten. Toen is Monika op school teruggekomen. Ze was een beetje stil en soms dan leeg, soms